In het voormalige ministerie van Justitie aan het plein is misschien wel de mooiste bibliotheek van Nederland gevestigd. De Handelingenkamer. Rijksbouwmeester Cornelis Hendrik Peters liet zich inspireren door China. En dat kun je zien aan de rood-groene aankleding. De handgrepen in de vorm van drakenklauwen, de schubben in de dakkoepel en de drakenkoppen aan de balustrades. Hier staan 30.000 boeken over staatsrecht en politiek. In de Handelingenkamer ontmoet ik boekhistoricus Alex Alsemgeest. We zijn in de Handelingenkamer. Dat is de oude bibliotheek van de Tweede Kamer. Een prachtige, gestileerde, knusse ruimte waarin je de zwaarte van twee eeuwen politieke geschiedenis letterlijk om je heen voelt. We zijn hier echt omringd door de geschiedenis. Op de onderste paar verdiepingen zien we de handelingen. En kun je uitleggen wat de handelingen zijn? Wat is dat precies? In de handelingen vind je het woordelijk verslag van alles wat er in het parlement is gezegd. Alles vanaf de allereerste vergadering ruim twee eeuwen geleden tot vandaag de dag. En wat doet zo'n ruimte dan met een boekhistoricus? Dit voelt altijd als een klein tempeltje waar je binnenkomt wandelen. Zeker omdat het niet zo enorm is, maar wel heel hoog. Het heeft iets imposants. En je voelt echt die lading van die politieke geschiedenis hier op je neerdalen. En ik denk dat je ervan moet houden, maar het is niet voor niets dat alle mensen hier altijd graag komen. We gaan heel even naar de Tweede Wereldoorlog. Er is hier een lege plank in deze bibliotheek. Een heel belangrijke lege plank. Wat is het verhaal daarachter? In de hoek van de Handelingenkamer daar houden we één plank leeg. Om aan te geven dat hier niet alleen alles staat wat er in de afgelopen twee eeuwen besproken is in de Tweede Kamer. Maar dat er ten tijde van dictatuur 5 jaar lang niet gesproken kon worden. In een dictatuur moet men zwijgen en dat symboliseert de lege plank. Waarom is het belangrijk om zo'n lege plank te hebben dan? Omdat je daarmee een heel duidelijk accent legt. Je accentueert wat er in die 5 jaar niet mogelijk was. En dat kun je alleen zien door alles wat er in die andere 200 jaar wel mogelijk was. Alle boeken die je hier om je heen ziet, die vertegenwoordigen het democratisch debat dat we onder normale omstandigheden altijd met elkaar kunnen voeren. En die ene lege plank symboliseert wat er gebeurt als dat 5 jaar lang niet mogelijk is. Nou was er natuurlijk een laatste vergadering in de oude zaal. Dat is nog wel genoteerd, hè? Dat hebben we hier voor ons liggen. Wij staan voor de afschuwelijke werkelijkheid van den oorlog. De Kamer gaat tot nadere bijeenroeping uiteen. Dat is een beroemd verslag. Op 10 mei 1940, enkele uren nadat de Duitse inval was begonnen, was er nog een beperkt aantal Kamerleden aanwezig. En voorzitter Van Schaik heeft toen een korte, krachtige mededeling gegeven waarin hij de inval scherp veroordeelde. En daarna is de Kamer uit elkaar gegaan en was onduidelijk hoe lang het weer zou duren voordat men weer bij elkaar kon komen. En wanneer was de eerste vergadering na de oorlog? Op 25 september 1945 kwam de Tweede Kamer voor het eerst weer bij elkaar. Dat was een tijdelijke zitting. Daar heb ik hier een kopie van, hè? Want dat is uit zo'n dik boek ook gehaald. En het was dezelfde voorzitter nog, Van Schaik, van de laatste vergadering. En dan wordt er gezegd, geachte medeleden, na de lange bange jaren van scheiding verheugt het mij de vertegenwoordiging van het Nederlandse volk weder te hebben kunnen bijeenroepen. Vele leden zijn ons sindsdien ontvallen, maar van verscheidene door den dood. Laten we hen, die als goede Nederlanders met ons hebben samengewerkt en die, merendeels gedurende tal van jaren, hun werkkracht en talenten vol toewijding hebben gegeven aan het behartigen van het lands welzijn, met dankbaarheid blijven gedenken. Ja, dat is prachtig. Dat is dezelfde Van Schaik die 5 jaar eerder de boel afsloot. En die mag hier de vergadering weer openen. En staat dan uiteraard eerst stil bij wie er allemaal niet meer zijn.